Ja, just, wat een sensatie. Hey, dat Ajax Utrecht, heb je zitten kijken? Nou, ik ben nog helemaal... je zal toch maar Utrecht supporter zijn. De laatste minuten van die wedstrijd. En je zal maar een beetje een zwak hart hebben. Dan hou je het toch niet vol? Nee, en het ging maar door, dat hield niet op. En Utrecht, die ging niet zoals de meeste ploegen in de arena. Die gingen niet gewoon met 10 man voor de pot staan en voor het doel en klaar. En we doen niks meer. En we zien wel. Nee, Utrecht gewoon lekker meevoetballen. Dat heeft Utrecht gedaan. En als je nou Utrecht supporter bent, hè, als je dat nou bent, dan is dit toch. Dit is dan toch de dag van je leven. Dit is het ultieme. Want geloof mij, Utrecht supporters willen maar één ding. Ik zeg het nog maar, die willen maar één ding. Winnen van Ajax. En hoe en waar, dat maakt niet uit. Ja, als ze thuis in Utrecht, dan vinden ze het geweldig om van Ajax te winnen. Maar uit bij Ajax winnen, jongens, dat is hem helemaal, hè. Voor een Utrecht supporter. Ik bedoel, hoger kan je niet komen. Dat is het geweldig. Ik bedoel, het maakt niet uit wat Utrecht het hele seizoen doet. Als ze maar winnen van Ajax. En nu gebeurt dat in de arena. En de kans dat dat gebeurt, die is zo klein. Beste vrienden, want we weten hoe Ajax speelt de laatste tijd. En die spelen natuurlijk virtuoos. En dat is geweldig. En je weet van tevoren al, eigenlijk heeft Utrecht geen kans. En wat blijkt dan? En dat maakt het voetbal. En daar ben ik zo enthousiast over. Dat maakt het voetbal zo leuk. En zo verschrikkelijk onvoorspelbaar. Dat je denkt bij jezelf. Ajax Utrecht. 3-1. Klaar. Inpakken. Wegwezen. En volgende wedstrijd. Nee. 0-1. Ja. Ja. En gewoon omdat Ajax dan niet helemaal zijn dag heeft. En dan komt er een warme dam. Ik ken hem niet eens zo goed. En die schuift hem er gewoon in. En dan hebben ze een keeper, die Paas. Die stopt de ene bal naar de ander. En die spelen dan de wedstrijd van hun leven. En Ajax heeft even niet helemaal zijn dag. Ja, en Anthony, die moet eigenlijk voor mij altijd vanaf het begin spelen. Oh, wat geniet ik daarvan. Maar ja, die komen dus dan veel te laat in. En dan wint Ajax gewoon een keertje niet. Ajax wordt natuurlijk gewoon kampioen. Dat weten we allemaal. En maar Ajax kan ook wel eens een keer, dat blijkt zoals nu, gewoon een keer verliezen. En dat hebben we nodig in voetbal. Want dat maakt het zo leuk. En ik feliciteer iedereen in Utrecht. Jongens, vier dit tot diep in de nacht.